Vandaag ben ik in Waddinxveen bij de projectsteunpunt Koenekoop. Het is een bijzondere dag vandaag, want het project is opgeleverd. Ik ben benieuwd hoe het is geworden. Gaan jullie mee? Kom! In opdracht van provincie Zuid-Holland hebben we het nieuwe duurzame steunpunt Koenekoop gerealiseerd. Dit is dé plek waar vandaan zoutstrooiers voor gladheidbestrijding vertrekken. Het nieuwe steunpunt is voorzien van een kantoorruimte, werkplekken, een kantine, toilet en doucheruimte, een werkplaats, een zoutopslag en een stallingsplek voor het winterdienstmateriaal. Ik sta hier met Mitchell. Hij was de technisch manager van dit project en gaat me hier iets meer over vertellen. Circulariteit was een belangrijk onderdeel. Kun je hier iets meer over vertellen? Jazeker. We staan hier eigenlijk op de oude locatie al van het steunpunt. En bij de demontage van is het uitgangspunt geweest om zoveel mogelijk materialen te hergebruiken, waaronder deze houten gevel. Daarnaast hebben we de zonnepanelen hergebruikt, de zoutinstallatie, de overheaddeur, de toiletten, de keuken en we hebben gebruik gemaakt van de circulaire bouwmethodiek. Kun je me daar iets meer over vertellen over deze bouwmethodiek? Jazeker. Wij hebben gebruik gemaakt van CLT-elementen en die kan ik je binnen laten zien. Kijk, wij staan binnen in het pand en zoals je kan zien is de volledige bovengrondse constructie en het dak gemaakt van CLT-elementen. Het is een demontabel bouwmateriaal waardoor het goed past in de circulaire bouwmethodiek. Kun je me meer vertellen over hoe je dit project hebt ervaren? Jazeker. We hebben samen met de provincie en de architect in een bouwteam gezeten wat vanaf dag 1 eigenlijk al perfect klikte. En uiteindelijk heeft dat geleid tot een mooi en functioneel ontwerp wat we samen met ons projectteam hebben neer kunnen zetten. Jerk, jij bent de architect van Steunpunt Koenekoop. Ja. Wat is er voor jou speciaal aan dit project? Nou, ik heb meerdere van dit soort steunpunten ontworpen en heb ik altijd veel oog voor duurzaamheid. En dat hebben we in dit gebouw veel verder doorgevoerd. En dat maakt het heel speciaal. We hebben hier materialen hergebruikt, bouwelementen hergebruikt. Het kantoorgebouw is helemaal uit een houten bouwsysteem opgebouwd en dat maakt het heel speciaal. Oké, en hoe heb je de samenwerking ervaren met Van der Ven? Ja, superleuk. Ik vond het echt heel leuk werken. Open werkhouding, veel overleg met elkaar, beslissingen samen maken. En dat maakte tot een gewoon een goed resultaat. En wat vind je van het eindresultaat? Ja, ik ben super tevreden. Ik vind het hartstikke mooi. Voor mij was het ook altijd eventjes, het is altijd spannend van hoe gaat een hergebruikt materiaal uitpakken. Vooral de gevel, ja, die is veel mooier uitgepakt dan dat ik zelf had gedacht. Dus dat is hartstikke leuk. Het is een functioneel gebouw waar mensen prettig werken en daar doen we het voor. Vanuit de provincie Zuid-Holland was je betrokken bij de herbouw van Steunpunt Koenekoop. Wat vind je van het eindresultaat? We zijn er ontzettend blij mee natuurlijk. 3 locaties samengevoegd in 1. Kantoorlocatie, weginspecteurs en de gladheid zoals we hier kunnen zien met alle strooiers. Ja, echt super. En natuurlijk het hergebruik, duurzaamheid, noem maar op. Hè. Dat is echt, Hoe heb je de samenwerking met Van der Ven ervaren? Ja, dat was voor mij een bouwteamovereenkomst. Architect, aannemer, alles in één. Ja, en dat was super. Ik hou daarvan. Dus dat is echt prettig bouwen, prettig samenwerken. Ieder zijn eigen verantwoordelijkheden. Ja, met dit als resultaat. En wat betekent het steunpunt voor de provincie Zuid-Holland? Ja, dat is al. Iedereen is waanzinnig trots. Het was een oudere locatie die slechts 10 jaar bestond. En nu alles kunnen hergebruiken was men totaal niet gewend. Ik zelf ook niet, jullie ook niet. Maar wat hier nu staat, iedereen is trots op de duurzaamheid. Dat is wel heel erg leuk om te zien dat dat als bijvangst begonnen is, maar dat het uiteindelijk het eindresultaat top is. Dus dat is wel heel erg top. Wat is het mooi geworden. Een project waar we bij Van der Ven echt trots op zijn. Steunpunt Koenekoop is klaar voor een duurzame toekomst.